1 april grappen of pranks bestaan al heel lang. Ik vond vandaag een hele oude krant uit 1896 met tips voor 1 april. Zoals een appelbol met een zakdoek erin. De vastgelijmde munt, die ken je vast wel. Een portemonnee met een touwtje eraan. Een punaise op een stoel. Nee, dat doen we toch niet. In Frankrijk hebben ze ook een hele aparte traditie. Op 1 april plakken ze daar plaatjes van vissen bij elkaar achter op de rug. In Frankrijk noemen ze 1 april dan ook poisson d'avril. Dat betekent aprilvis. Een andere klassieker is een grap met een touw. Deze is echt eeuwenoud. Je hebt ervoor nodig een touw en een straathoek, zoals deze in Costa Banana. Het moet een hoek zijn waar je niet omheen kan kijken. Je hebt dus dat touw en dat touw geef je aan iemand die voorbij komt en zegt: meneer, mevrouw, wilt u dit touw even vasthouden? Oh, die mevrouw, die kijkt: oké, ja, prima. En dan zeg je: niet weggaan, hè? En dan loop jij met het andere uiteinde loop je de hoek om. En daar kom je nog iemand tegen. En tegen die persoon zeg je ook: meneer, wilt u dit touw even vasthouden? En niet weglopen, hè? Nou, die meneer denkt: oké, prima, we houden het touw even vast. En dan ga jij snel weg en je verstopt je en je gaat afwachten. Wat gebeurt er? Er staan 2 mensen die elkaar niet kunnen zien, met een touw in hun hand. En die mogen niet weglopen. En hoe lang zullen ze dat volhouden? Hoe lang blijven ze daar staan? Wil je meer grappen? Kijk op mijn website jozuadoeklas.com of lees het boek De Vreselijke Tweeling, want hier komen ook een heleboel gigagekke grappen in voor.